Na 14 uur printen, eindelijk is die af. Dus hij is behoorlijk koud. Maar dan voel ik het wel aan mijn tanden. En vanaf hier ga ik een stukje van de verbindingsroute van Gieten en Exlo mee fietsen. Niet alle tips op Facebook werken dus. Dit is voor mijn twee bananen. Nieuwsgierig? Blijf dan vooral kijken. Nou, ik loop even naar buiten, want buiten heb ik meer verlichting dan binnen. Want anders is het binnen een beetje te donker om te filmen. Maar hier is hij dan. Na 14 uur printen, eindelijk is die af. Ik ga nu eerst even het overtollig materiaal weghalen. Zo, hij is klaar. Een tijdje geleden keek ik even op Facebook en toen kwam ik iets super grappigs tegen. En dat was vergelijkbaar zoiets als dit. Was ook een houder met een banaan erin. Toen dacht ik van, hè, is dat echt? Dus toen ben ik op Google gaan kijken voor mezelf. Ik dacht, dat wil ik ook hebben. En toen kwam ik dus dit ontwerp tegen. Dus toen dacht ik van, die ga ik voor mezelf uitprinten. Want vaak als ik ga fietsen, dan stop ik mijn twee bananen altijd in mijn vakje voor mijn jasje. Maar ja, het is veel leuker om de twee bananen in zo'n houder te doen. Dus toen dacht ik... Ik ga hem printen en nu ga ik hem eerst bevestigen op mijn fiets. Zo, die zit erop. En nu ga ik nog een paar kabelklemmetjes erop bevestigen. Want toen ik eenmaal bezig was, dacht ik, hoe mooi is dat als ik ook nog mooie roze kleur kabelklemmetjes erbij heb. Nou, mijn man zei al dat het gewoon hartstikke makkelijk zou zijn om de klemmetjes te bevestigen. Maar dat het gewoon zo makkelijk zou gaan? Ongelooflijk, ze zitten er al op. Kijk nou, hoe gaaf. Nou, mijn fiets is er weer klaar voor. En morgen ga ik even lekker een ritje fietsen in Drenthe. Nou, ik ben aangekomen in Drouwende Zand en ik heb mijn auto neergezet bij Allingehoek. En vanaf hier ga ik een stukje van de verbindingsroute van Gieten en Exlo mee fietsen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even naar mijn favoriete plekje en dat heet de Zandvlakte hier.
En ik wil gewoon even kijken hoe het daarbij ligt, want het is er gewoon echt prachtig. Voordat ik dus de route ga fietsen, eerst even daarheen en dan op weg naar Exelo. En ik kleed me er even op aan, want het is behoorlijk fris buiten. Maar ja, dat weerhoudt het niet om lekker te gaan fietsen. Dus, here we go! Nou, ik ben aangekomen bij de zandvlakte van Drouwen. En kijk nou, wat een uitzicht. Ongelooflijk, wat mooi. Maar wat ik wel heel erg jammer vind, is dat ze gewoon daar op de achtergrond heel veel windmolens hebben geplaatst. En ik ben hier gewoon al een tijdje niet geweest. En dan kijk je daar die kant op en dan denk je, oh, wat zonde. Ja, dat verpest gewoon de shot. Maar voor de rest, het is hier zo'n mooi vredig plekje. Wat kom ik hier graag. Als je hier bent, heb je echt door dat je op de Hondsrug fietst. Er zitten hier veel meer vormen in het landschap dan andere plekken hier in dit deel van Nederland. De Hondsrug is 150.000 jaar geleden ontstaan in de laatste ijstijd. En dit heeft het landschap veranderd in heuvels, dalen en beken. Hier pik ik een stukje van de route van Exelo mee. En dat begint nu gelijk lekker in een stukje bos. Zomers fiets ik deze route veel vaker. Ja, en dat blijft gewoon mooi. Voor degenen die hier niet uit de buurt komen, maar toch zitten te overwegen om deze kant op te komen om de route te fietsen van Exelo. En eventueel te verbinden met Gieten, zou ik zeggen, kom deze kant op en ga het zelf ervaren. Nou, ik ga eerst even een banaantje eten. Ik zie een bankje, want ik krijg honger. En ik verneem het gewoon aan mijn energielevel. Dus, mijn twee bananen. Ideaal. Nou, mijn banaan is half bevroren, dus hij is behoorlijk koud. Maar dan voel ik het wel aan mijn tanden. Nou, ik ben aangekomen in Exelo.
En ik heb mijn twee bananenijsjes al op. Maar ik krijg behoorlijk honger. Dus ik ga even langs de supermarkt om nog even wat eten op te halen. Nou, het is Exlo toch ook prachtig. Het is echt een van mijn favoriete dorpjes hier in Drenthe. En kijk nou hoe mooi het hier is. Echt. Echt een super lekker ritje. Nou, ik heb eten leren achter de kiezen. En ik ga zo weer lekker verder fietsen, want ik heb het echt gewoon koud gekregen van het stilzitten. Ik denk dat ik nog ongeveer 50 kilometer te fietsen heb voordat ik weer bij de auto ben. En dan wil ik onderweg nog even hopelijk een koffietje halen om even warm te worden. En dan zet ik lekker de verwarming hoog op aan. Maar ja, het is echt heerlijk. Nou, ik fiets weer verder, want mijn tenen die vriezen dus een beetje af. Ik heb echt even weer beweging nodig om weer warm te worden. Ik ben inmiddels weer thuis gekomen, maar mijn batterij van de GoPro heeft het begeven. Want ik merk gewoon dat met deze koude batterijen het gewoon niet lang kunnen volhouden. Dus het wordt gewoon hoog tijd dat ik gewoon een setje bij ga kopen. Nou, wat vond ik van de rit? Ik vond het echt gewoon lekker. Gewoon even 35 kilometer gefietst, ondanks de kou, gewoon echt genoten. Ja, en Exlo blijft gewoon echt mijn favoriete plekje om naartoe te gaan. Maar goed, voor nu, vond je de video leuk? Duimpjes omhoog. Abonneer en dan zie je mij de volgende keer weer. Ciao. Hij wordt slap, dat ding. Dan kan ik er straks niks meer mee. Kun je nog één? Ja. Oké, wacht. 1, 2. 1, 2. Hop.